Dank u voor de heel correcte introductie. Het is altijd leuk, Pieter de Wind, de anus, de winden, de patiënten vinden ook altijd leuk. Twee huishoudelijke mededelingen. Eén, ik heb maar één pointer en verschillende schermen, dus ik gebruik wel de pointer, dus ik ga naar dat scherm vooral richten en halverwege ga ik proberen niet te vergeten om ook dat scherm wat aandacht te geven. Dan heb ik mijn presentatie opgedeeld in twee stukjes. Eén stuk met gewoon over de screening en dan het tweede deeltje met beelden over een nieuwe endoscopische techniek. Dus ik heb gekozen voor een relatief provocatieve titel, waar dat misschien ook mijn optimisme uitspreekt. Colorectaal carcinoom binnenkort enkel in het rariteitenkabinet. Ik hoop u wel data te kunnen geven die aantonen dat dat toch niet op niets gestoeld is. Eerste context, heel kort. Het is dus een heel belangrijke doodsoorzaak. De tweede doodsoorzaak bij mannen na long, bij de gevolgen van kanker en bij vrouwen op de derde plaats na borst- en longcarcinoom. In absolute aantallen sterven ongeveer 2000 mensen per jaar aan coloncarcinoom, terwijl dat er ongeveer 5500 de diagnose krijgen. Het bevolkingsonderzoek, zoals het nu wordt ingeschoten, geldt voor mensen tussen de 55 en 74 jaar. Men denkt eraan om over een paar jaar de leeftijd verder op te rekken of naar beneden bij te stellen en ook de leeftijdscategorie 50-54 mee te nemen. Na 74 jaar is de kostenbaten-effectiviteit niet zo duidelijk, maar uiteraard geldt daar het gezond verstand. Een patiënt met een biologische leeftijd van 65, die ook 74 is, ik denk dat je moet rekening houden van, kijk, wat is mijn verwachte overleving? Heeft hij een 10-jaars overleving die heel hoog is? Ja, dan denk ik dat het wel gerechtvaardigd is om ook daar screening aan te bieden. In elk geval, heel belangrijk ook is dat je mensen vooraf informeert. Mensen met een familiaal voorkomen van colonkanker of andere syndromale syndromen moet je toch een andere vorm van screening aanbieden. Is die IFOPT zeker onvoldoende? Dan denk ik aan familiair coloncarcinoom, het Lynch-syndroom, de polyposis-syndromen, FAP in het bijzonder. Ook geldt het niet meer, of is het niet meer van toepassing, het screeningsonderzoek bij mensen die al een colonoscopie hebben ondergaan. Dus die vallen in principe in een ander opvolgingsschema. Daarnaast uiteraard geldt het niet voor patiënten met IBD, waar dat we ook weten dat ze vanaf 10 jaar ziektebestuur een hoger risico hebben op coloncarcinoom. Zoals in veel andere gevallen geldt ook in het coloncarcinoom dat er een adenoma-carcinoma-sequentie is, waarbij we ervan uitgaan dat 95% van de carcinomen uiteindelijk ontstaan zijn uit een adenoom. Anderzijds, omgekeerd, kunnen we niet zeggen dat alle adenomen evolueren tot carcinoom. In principe gaan we ervan uit dat er slechts 10% van deze adenoompjes carcinoom gaan worden. Wel moet gezegd worden dat als ze tekenen tonen, die adenomen van gevorderd stadium, en is dan hooggradige dysplasie, villeuze architectuur of meer dan 10 mm, dan wordt die kans op maligne ontaarding veel groter. En daar, denk ik, zit de kracht van ons bevolkingsonderzoek. Dat is de brief waar de patiënten zich mee presenteren, bij u en bij ons. Daar staat de nadruk uiteraard enorm op dikke darmkanker, maar de meeste vormen die we zien zijn de voorlopers die binnen een paar jaar in principe tot kanker zullen evolueren. Heel kort, de 1000 mensen worden met de IFOPT, krijgen die brief thuisgestuurd. 50 ervan zullen een positief resultaat hebben. Deze worden aangeboden om een colonoscopie te ondergaan. Bij een kwart, 13 op 50, dus 26 op 100, een kwart, wordt er niets vastgesteld. Dat zijn dus de true false positives. Waarbij dan uiteraard die mensen dan, maar daar kom ik straks op terug, kunnen gewoon terugverwezen worden naar het bevolkingsonderzoek, waaraan ze kunnen gaan participeren 10 jaar na de indexcolonoscopie. Dus vandaag zijn we 2015, dus pas vanaf 2025 zouden die mensen weer moeten meedoen aan het bevolkingsonderzoek. Dan hebben we een kwart van de patiënten gaan we beginnende polypjes vinden. Die worden allemaal tijdens dezelfde colonoscopie weggenomen. Bij 1 op 2, ongeveer 42%, zien we gevorderde polypen. En dit is de meerwaarde van het bevolkingsonderzoek. Die polypen gaan we er ook allemaal uithalen. Dus daar wordt het risico op kanker, wat ik ook straks ga aantonen, duidelijk gereduceerd.
En bij de andere mensen, een 8% wordt nog kanker gevonden. Veelal in een vroeg stadium, afhankelijk van de klinische context van uw patiënt. De IFOPT, eigenlijk over de sensitiviteit en specificiteit zijn er geen goede gegevens. Wel goede gegevens over de vorige generatie, de GUESIC FOP-test. Daar lag de sensitiviteit veel lager, zoals u weet, tussen de 13% en 25%. We gaan er wel duidelijk vanuit dat de IFOPT een hogere sensitiviteit is. En de specificiteit, ook al van die oude test, was heel hoog. Maar dus dat wil zeggen, de sensitiviteit is niet voldoende hoog om die in te zetten bij symptomatische patiënten. Iets wat we af en toe wel zien. Mensen met veranderd ontlastingspatroon, met buikpijn, boven 50 jaar. Ja, daar heeft geen zin om een IFOP te gaan uitvoeren. Dan moet je, die patiënt heeft recht op een colonoscopie. Ook gezien de lage sensitiviteit is het van belang dat je patiënt blijvend motiveert om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek. Even dus wat gegevens. Een studie uit Amsterdam. Eerste ronde onderzoek, 5000 mensen geïncludeerd, ongeveer 6,5% positieve IFOP. Daarvan advanced adenoma's, die adenoma's die hoge kans hebben op progressie naar kanker, een 112 met 20 carcinomen. Bij een tweede ronde, 2 jaar later, zie je eigenlijk ongeveer gelijklopende percentages van positiviteit van de IFOPT met gelijklopende percentages van carcinoom. Dus een duidelijke trend, maar dat is afhankelijk van welke studie dat je bekijkt, een duidelijke trend van daling van carcinomen wordt niet gezien. In bepaalde studies wel, in andere dan weer niet. Maar het gaat er dan over, en dat zal de toekomst ook moeten uitwijzen, dat je eerder vroegere vormen gaat detecteren. De intervalcarcinomen vind ik wel belangrijk om daar toch nog eventjes de aandacht op te vestigen. Dus dat wil zeggen carcinomen die gevonden zijn omwille van het feit dat de patiënt symptomatisch of symptomen had en dus een colonoscopie om andere redenen onderging. Daar werden in die bevolking van 5000 mensen 10 carcinomen gevonden. 8 bij mensen die voordien een negatieve IFOPT hadden en 2 ervan hadden een positieve IFOPT. En als we die data dan bekijken, 1 patiënt had een colonoscopie ondergaan, dus dat is dus de endoscopist die vermoedelijk dan het letsel heeft gemist. En de andere had de patiënt beslist om niet deel te nemen met de colonoscopie. Nu eigenlijk de belangrijkste vraag, wat ook al de vorige sprekers hebben aangehaald, van wat doen we nu eigenlijk? Heeft het eigenlijk een effect? Dus de diagnose van een carcinoom. Zal die persoon dan uiteindelijk langer leven of hebben we gewoon dat carcinoom weggehaald en sterft hij eigenlijk op hetzelfde ogenblik als God had beslist op voorhand? Het is een heel oude studie. Daar werd nog de vroegere generatie IFOPTs gebruikt. Daar, omwille van het feit dat die sensitiviteit, specificiteit lager lag, was er een jaarlijkse versus tweejaarlijkse screening. En je ziet dat eigenlijk de overall survival duidelijk beter was bij mensen die in de screeningsgroep zaten in vergelijking met de mensen die niet de screening kregen. En als je dan gaat uitsplitsen naar, en dan wordt het pas uiteraard heel interessant, naar de mensen die het carcinoom vastgesteld werden op het moment van het onderzoek, dan zie je dan moet je deze grafiek bekijken, dan die mensen hebben een heel goede overleving. Mensen, of ze nu een jaarlijks of tweejaarlijkse schema zaten, op zich maakt dat niet zoveel verschil uit, maar een duidelijk betere overleving dan eigenlijk een carcinoom die ontdekt werd op het moment van klachten. Ik denk al ongeveer dat ik aan de helft zit, dus ik ga nu maar naar hier. En nu dat adenoom, dus eigenlijk wat we eigenlijk het meeste vinden, heeft dat een effect op onze mortaliteit? Wel, een studie New England, eigenlijk was de gastrogemeenschap enorm enthousiast toen ze deze paper onder ogen kregen, waarin gemodeld werd met de statistiek, de verwachte mortaliteit, de gevolgen van colorectaal carcinoom is deze curve. Dat is ongeveer 1,5%, 25 doden. Als we dan kijken bij mensen die een colonoscopie hadden gekregen en waar een adenoom werd verwijderd. En als we deze patiënt werden opgevolgd, ook uiteraard met de juiste surveillance-intervallen die door de gastroenteroloog of de endoscopist werden aanbevolen, dan zie je op 20 jaar tijd dat die mortaliteitsrisico met 50% kon worden gereduceerd. Dus enkel door adenomen weg te halen. En ook nog eens belangrijk,
eigenlijk de mensen waar de, die een coloscopie hadden gekregen, waarbij dat er geen polyp werd gezien, ja, daar zie je ook geen mortaliteit van colorectaal carcinoom. Een beetje een gelijkaardig verhaal als de vorige spreker, Philippa Meij. Eigenlijk mensen die goed zitten, die, waar dat er niks gezien wordt, eigenlijk kun je die gerust laten, bij wijze van spreken. Voorlopig wordt aanbevolen na 10 jaar terug naar het bevolkingsonderzoek IFOPT. Dan, heel belangrijk, ook al aangehaald, ik val in herhaling, maar ik belicht het vanuit het punt van het colonkankeronderzoek. Bevolkingsonderzoek en de spelers. Heel belangrijk is de participatiegraad. Dus eigenlijk om een effect te zien op niveau van bevolking, moet voldoende mensen aan het onderzoek deelnemen. En dan zijn daar verschillende players, huisarts, de overheid uiteraard, die moet sensibiliseren. En ook uw individuele patiënt, de gastroenteroloog, enzovoort, enzovoort. De patiënt heeft ook een belangrijke taak. En dat is het colon goed schoon krijgen. U snapt uiteraard dat als er een en al ontlasting in de darm nog aanwezig is, dat letsels gemaskeerd worden en dat je eigenlijk onvoldoende ziet. Het colon dient helemaal schoon te zijn. De gastroenteroloog kan natuurlijk nog een taakje op zich nemen en moet dat ook doen met het schoonspoelen en opzuigen van alle residuen. Maar u begrijpt, in deze situatie is het onbegonnen werk. En eigenlijk, dus de Boston Bowel Preparation Scale, die gebruiken we hier ook, waarbij dat de score in totaal minstens 6 moet zijn. En eigenlijk dan heb je een voldoende betrouwbaar resultaat om de patiënt het juiste advies te geven. Een Bowel Preparation Score onder die 6 wil zeggen opnieuw voorbereiden voor een nieuwe colonoscopie. De gastroenteroloog die heeft ook uiteraard een belangrijke taak. Een heel mooie studie, 2 weken geleden gepubliceerd in New England, waarbij gekeken werd naar de tijd die de arts besteedt naar het echt kijken in die darm naar, en het zoeken naar polypen versus de adenoma detection rate. Dus de adenomen, daarnet gezegd, hebben invloed op de mortaliteit. En wat zie je eigenlijk ook niet zo verbazingwekkend, dat er eigenlijk een lineair verband is tussen de duur die de arts naar de darm kijkt en het aantal polypen dat hij vindt. Het is natuurlijk niet zo zwart-wit. Degene die 14 minuten nodig heeft, ja, dat wil waarschijnlijk ook iets zeggen over die persoon, want deze score allemaal heel slecht. In elk geval, ja, nee, maar dat is wel waar. Uiteraard, ervaring is daar ook een heel belangrijk aspect in. Maar dan nog belangrijker, want dit is eigenlijk al langer bekend, dat in deze studie een heel duidelijke relatie wordt gezien tussen de terugtrektijd en de survival, de interval, het voorkomen van intervalcarcinomen. En dus eigenlijk rond een gemiddelde van 8 minuten kijken, heb je eigenlijk een heel goede reductie op het, of een maximale reductie op het aantal intervalcarcinomen. En dus inderdaad, om terug te komen op mijn provocatieve titel, gisteravond was ik dus uiteraard heel blij toen ik nog eens de literatuur aan het nakijken was, dat ik deze paper vond, waarbij gekeken werd van, kijk, wacht, en ik ga toch maar naar hier, want hier kan ik het iets beter lezen. Als je kijkt naar de gewone mortaliteit, het gevolg van colorectaal carcinoom, als we dan een behandeling, de behandeling over loop van tijd bekijken, die voegt wat toe. Als we kijken naar risicofactoren, voeding, lichaamsbeweging enzovoort, die voegt ook wat toe. Maar als we kijken naar screening, die voegt duidelijk heel wat toe. Dus als we dan kijken, als we het allemaal heel goed doen, dan zien we een zeer duidelijke daling van het aantal van de kans op mortaliteit te volgen van colorectaal carcinoom. En ik hoop, ik denk dat die, als we allemaal goed ons best doen, verder naar beneden zal gaan. Samenvattend, dus om colorectaal carcinoom tot rariteitenkabinet te laten behoren, moeten we een voldoende hoge participatiegraad hebben, moeten we rekening houden met vals negatieve IFOP-testen. Het belang van de voorbereiding, dus de patiënt moet gemotiveerd worden om die, ja, door veel patiënten ervaren smurrie naar binnen te werken, zodat het, de colonoscopie goed kan gedaan worden. En dan moeten we rekening houden met correcte surveillance intervallen. Ik had u nog beloofd om nog een paar prentjes te laten zien, want jullie sturen allemaal
patiënten naar ons en dan kun je jammer genoeg niet tonen hoe mooi dat we de dingen er soms kunnen uithalen. Dus eigenlijk de adenomen zijn eigenlijk het domein waar wij ons op bevonden. De carcinomen waren voor de chirurgen. Maar eigenlijk sinds een 10, 20 jaar is er een nieuwe techniek gekomen. Dat is de ESD, dat is de endoscopische submucosale dissectie. Een techniek vanuit Japan overgewaaid. Waarbij eigenlijk vroegtumoren, uiteraard wel de vroegtumoren, en blok in één stuk kunnen worden verwijderd. Waarna de patoloog dan de correcte staging kan maken van is er al doorgroei, in welke mate en wat is nu het risico voor die individuele patiënt om op lange termijn metastase te gaan ontwikkelen. Even wat foto's. Dit is een mooi gesteelde polyp waarbij gekozen werd voor het plaatsen van een endoloop. Dat is eigenlijk ter preventie van het optreden van een bloeding nadien. Dan zie je in de volgende stadium dat de endoloop mooi gepositioneerd is en dat we nu een lis eromheen hebben gelegd. Dat is een metalen lis. Dat is een plastic omhulsel, maar het metalen lis zit uiteraard rond die steel. En dan wordt die doorgebrand en hebben we dan dit mooie resultaat. Dit is een ander voorbeeld van een polyp die ik... En eigenlijk is het nu beter om naar die zijschermen te kijken, denk ik, omdat daar de kwaliteit beter is. Dat is een gigantisch grote rectale polyp. Waarbij die polyp dan wordt onderspoten. Dus daar zie je nog op de zijkant dat zwart is de... daar doet hij niet, maar het zwart is de injector. Dus je ziet dat het blauw geworden is. Dat is eigenlijk de mucosa is gelift van de onderliggende spierlaag, zodat we geen perforatie kunnen maken. En dan is deze polyp piecemeal verwijderd. Ik denk dat het een dertigtal stukken was. Tegenwoordig zou ik dit doen met een ESD. Toen, dus een polyp van anderhalf jaar geleden, toen was ik dat nog niet zo ervaren in een ESD. En verkoos ik het om op deze manier te doen. Heb ik maar één minuut niet meer of zo? Of? Nee, ja. Wel, we gaan heel snel gaan. In elk geval, dus daaruit, als we dan kijken naar het litteken na 2 weken, zie je eigenlijk dat granulatieweefsel en na 3 maanden niets van residu volledig geheeld. En dan ga ik heel snel, als je het wil doen, een ESD is dus een techniek waarbij dat met een mesje, een microscopisch mesje, eerst overal puntjes worden gezet rond het letsel, dat zijn we nu aan het doen, met coagulatiestroom. Dus het is een behoorlijk grote polyp. Dus dit is de polyp, rectosigmoïdaal. Nu wordt hij geïnjecteerd, dus om die mucosa van de onderliggende spierlaag los te maken. Mag gerust onderbreken. Als het de tijd op is, is hij op. Maar ik kan de filmpjes doorsturen natuurlijk. Dus hij wordt nu gelift. Nadien gaan we het gaan insnijden met hetzelfde mesje. Nu wordt het mesje eruit gehaald. Je ziet eigenlijk dat de mucosa open splijt. Dat is een polyp die 4-5 centimeter groot was en die er eigenlijk op 40 minuten uit was. Dus op zich gaat dat relatief snel. Het begin duurt altijd wat langer, maar eenmaal dat je in het juiste vlak zit tussen die spierlaag, wat je in principe straks nog zal zien, dan gaat het heel snel. Het heeft uiteraard een iets, dat is ook de reden, eigenlijk in België zijn er maar een handvol centra die het aanbieden, die techniek. En de reden daarvoor natuurlijk is enerzijds dat je een relatief lange leercurve hebt, tegen dat je het een mooi resultaat behaalt. En hier zitten we in retroversie te kijken. Dus de lange leercurve, wou ik zeggen. En anderzijds dat het toch initieel zeker een hogere complicatierate heeft. En dan denk ik aan perforaties in belangrijkste mate. Maar eigenlijk eenmaal in ervaren handen zit je aan een perforatierate van 2% of zo. Dus eigenlijk is dat heel, heel goed aanvaardbaar. En perforatie die je in principe kan klippen, en die waarvoor dat patiënt, dus endoscopisch klippen, waarvoor de patiënt dan nog 2 dagen in het ziekenhuis blijft, wat antibiotica krijgt en dan toch naar huis kan gaan. Dus eigenlijk, wat mij betreft, heel milde complicaties. Dus
ik denk dat nu gaat nog misschien 1 seconde dan over de dissectie. En nu gaan we de dissectie doen. Dus dat is de submucosa die opgespoten is. En dan gaan we gewoon terug met stroom het letsel er helemaal uit gaan klieven. Dus nu zijn we aan het wegsnijden. Daar zit een bloedvat. Ik denk dat het gaat beginnen bloeden straks. Niet verschieten. Het komt allemaal goed. Als je deze techniek niet kan gebruiken, voor mijn vraag, goede vraag, wat doe je dan wel? Wel, dan doe je die piecemeal EMR, dus dat is met die list, dan haal je het in stukken eruit. Maar dan is het heel moeilijk om achteraf te zeggen wat nu eigenlijk de definitieve diagnose was. De patholoog kan zeggen, oké, het is een carcinoom, maar is het nu een in situ of is het toch al doorgegroeid naar de submucosa? Waar zit het ergens? Dus dat is gewoon het probleem. En dat was ook de reden voor die andere patiënt, dat was een oudere man, dat ik dan na 2 weken opnieuw heb gekeken, na 3 maanden opnieuw, na 6 maanden enzovoort. Dus het is heel belast voor de patiënt, omdat je die onzekerheid laat bestaan. Terwijl als je het op deze manier kan eruit halen en nu gaat bloeden, als, toch nog niet. In elk geval, of het heeft al gebloed. Maar in elk geval, dus het gaat over de zekerheid waarmee dat je patiënt kan zeggen van kijk, het is er helemaal uit en eigenlijk, we moeten wel opvolgen, maar in principe ben je genezen. Pieter, ik kreeg hier signaal van de chef symposium dat we moeten afronden. Ik stel voor dat we de vragen tijdens de koffiepauze stellen. Een vraag die je kan stellen bijvoorbeeld is hoeveel tijd jij besteedt aan een endoscopie. En we kunnen de presentaties terugvinden via film. Dan kan je zien waar dokter De Wint zich op de curve bevindt qua kwalitatieve impact. U mag nu naar de koffiepauze zich begeven. En we verwachten jullie stipt om 11:15, 11:15 terug. Ja.